volgende onderwerp van vanmiddag gaat over het toepassen van eenheid van taal. De eenheid van taal is essentieel om goede zorg te kunnen leveren, om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, maar ook om de zorg daarmee te kunnen verbeteren. Het verhaal gaat over waar we nu precies staan binnen het werkveld van de colorectaal carcinomen. Wat is ons toekomstbeeld? Welke projecten lopen er allemaal op dit moment? Deze onderwerpen worden voor ons besproken door professor Mirjam Koopman, die zie ik al in beeld, medisch oncoloog in het UMC in Utrecht, en mijn directe collega Patrick Lubbers, ook klinisch informaticus bij IKNL. Mirjam en Patrick zijn vanwege alle restricties die op dit moment gelden niet bij ons in de studio, maar sluiten allebei digitaal aan. Dus jullie mogen van start. Veel dank en allen zeer welkom bij dit symposium. Ik ben heel blij dat we alsnog in duo-presentatie dit verhaal aan u kunnen geven, ondanks dat er nu een scherm tussen zit. En ik zou heel graag willen verzoeken om te gaan naar de eerste dia die ik nu ook in beeld zie. Veel dank. Ja, wij gaan het hebben over hoe eenheid van taal in darmkanker, maar eigenlijk kan je in plaats van darmkanker elke vorm van kanker invullen, helpt voor beter zorg en onderzoek. Volgende dia. Ja. Als oncoloog wil ik heel graag iedere patiënt een behandeladvies op maat kunnen geven. Echter, te vaak nog worden nieuwe behandelingen, nieuwe medicijnen onderzocht in grote groepen patiënten, waardoor het niet goed mogelijk is om goede conclusies te trekken voor het behandeleffect en de mogelijke nadelige effecten voor de individuele patiënt. En helaas is het ook zo dat al die studies heel vaak patiënten includeren die wat jonger en fitter zijn dan de gemiddelde patiënt die ik in mijn dagelijkse praktijk zie. En heel graag zouden we natuurlijk ook voor die oudere en minder fitte patiënt, of zoals net ook al even genoemd werd, ieder patiënt is eigenlijk een zeldzame patiënt aan zich, een goed behandeladvies willen kunnen geven. En kan dat ook? Ja, uiteraard kan dat, want daarvoor zouden we moeten leren van de gegevens van iedere patiënt, of die nou jong en fit is, of als die wat ouder en wat minder fit is. Het mooie is dat iedere patiënt een goudmijn aan eigen gegevens bevat. En een aantal voorbeelden werden net in het vorige interview al even genoemd. En als we nou al die gegevens zouden mogen gebruiken om onze vragen te kunnen beantwoorden, dan ben ik in staat om iedere patiënt dat individuele behandeladvies te geven. Volgende dia graag. Nou ben ik niet de enige die heel graag gebruik zou willen maken van die goudmijn aan gegevens die binnen in die patiënt aanwezig zijn. Er werd net al even gesproken over de 5 P's. De P van politiek, we hebben de P van patiënt, we hebben de professional, we hebben de partners en we hebben uiteraard ook de patiënt zelf. Nou, de politiek, dat zijn natuurlijk ook de regulatoire instanties om te kijken of de zorg betaalbaar blijft. Publiek meer de maatschappelijke kant, de professionals zijn niet alleen de dokters, maar ook de verpleegkundigen, fysiotherapeuten. Partners, dat is een heel breed begrip, daar kunnen we verzekeraars onder verstaan, maar ook farmaceutische bedrijven en onderzoekers. En de patiënt spreekt voor zich. Volgende dia graag. Vanuit deze verschillende P's zijn allemaal verschillende vragen te stellen die beantwoord kunnen worden met de gegevens vanuit die goudmijn aan data die van de patiënt afkomstig zijn. Vanuit de politiek bijvoorbeeld is een hele relevante vraag: hoe kunnen wij nou de kankerzorg in Nederland betaalbaar houden? Nou, vanuit de publieke kant, de maatschappelijke kant, is het heel relevant om te weten wat zijn nou de gevolgen van kanker op de kwaliteit van leven, werd net ook al eventjes genoemd. Wat betekent het voor het leven na de diagnose kanker, na een behandeling? En tijdens een behandeling is een patiënt nog in staat om te werken, ja of nee? Wat is het werkvermogen? Nou, als we dan doorgaan naar de volgende, dan wil de professional als arts natuurlijk, volgende rondje, wil de dokter natuurlijk heel graag weten wat de behandelopties voor de verschillende patiënten zijn. En bijvoorbeeld vanuit de onderzoeker, die zou heel graag willen weten wat nou de juiste patiënt voor iedere studie is, waarvoor specifieke kenmerken van de patiënt real-time beschikbaar moeten zijn om de juiste studie aan de juiste patiënt toe te kunnen wijzen. En uiteraard wil je ook dat het aantal dan voldoende goed is, zodat we echt dat antwoord krijgen. En dan in blauw, de patiënt die wil uiteraard heel graag weten wat is de beste behandeling voor mij, maar wat betekent dat dan ook voor de kwaliteit van leven. Volgende dia. Nou noemde ik al eventjes dat die patiënt bestaat uit een goudmijn aan data, aan verschillende gegevens. En deze dia laat de verscheidenheid aan data zien die we eigenlijk allemaal zouden willen gebruiken om de antwoorden te krijgen op de vragen die ik net stelde. U ziet hier bijvoorbeeld de klinische gegevens, de effecten, de uitkomsten op een bepaalde behandeling die we vastleggen op CT-scan, wat in beeldvorming vastgelegd zit. U ziet hier heel actueel zelfs een soort van coronavirus staan. We willen natuurlijk ook graag weten wat het effect van corona is op de verschillende patiënten. We willen weten wat bloeduitslagen zijn. Een patiënt heeft ook gegevens aan kwaliteit, vragenlijsten die hij invult, de eigenschappen van de kanker, maar ook de leefomgeving van de patiënt. DNA niet alleen van de tumor, maar ook van het lichaam zelf, de afweer van het lichaam. Kortom, een grote verscheidenheid aan data die allemaal besloten liggen in iedere individuele, unieke patiënt. Graag de volgende dia. Nou, zou je denken dat is heel simpel, want die patiënt die heeft die goudmijn aan gegevens. Die hebben we mooi in het midden staan en die zijn beschikbaar om al die verschillende vragen vanuit de verschillende partijen die ik net al even noemde beantwoord te krijgen. Nou, dit is natuurlijk onze droom, onze toekomstbeeld, dat het inderdaad zo is dat al die gegevens gestructureerd in het midden beschikbaar zijn voor hergebruik, zodat we ook al die vragen kunnen beantwoorden. Helaas zijn we daar nog niet. Volgende dia. We hebben weliswaar al deze verschillende soorten gegevens, maar die staan veelal op verschillende plekken verzameld, waaronder bijvoorbeeld in de EPD's. Nou, dan zou het mooi zijn als in die EPD's de data ook standaard zijn vastgelegd, maar helaas is dat vaak nog proza waar ook niet eens alles in staat. De resultaten vanuit bloedonderzoek die zitten weer in het laboratorium verscholen. We hebben uiteraard de Nederlandse kankerregistratie waar een hoop data staan. We hebben de pathologie, PALGA, waar de gegevens liggen ten aanzien van de eigenschappen van de verschillende tumoren. We hebben een plek waar vragenlijsten staan. En we hebben een grote onderzoeksdatabase. Deze staat hier als PLCRC. Dat is dan even het voorbeeld vanuit darmkanker. Onze grote nationale observationele studie, waarin alle patiënten met darmkanker gevraagd worden om toestemming gegeven om hun gegevens te mogen gebruiken om van te leren in onderzoek. Dit is verre van compleet, maar dit laat maar eventjes zien hoeveel verschillende soorten data er zijn en hoeveel verschillende plekken er zijn waar deze data dan ook worden bewaard. Nou, hoe moet dit nu verder? En daarvoor geef ik heel graag het woord aan Patrick. Ja, dankjewel Mirjam. Nou, Mirjam had het al over de goudmijn aan informatie over de patiënt. In basis wordt alle informatie over de patiënt gegenereerd in het zorgproces. Even wachten totdat de slide er is. Dit kan zowel door de patiënt zijn, en denk hierbij aan de wearables die hij draagt, waar informatie op wordt geslagen en gegenereerd, of de vragenlijsten, de prompts bijvoorbeeld, die hij invult, maar ook door de zorgverlener, die op basis van klinische redenatie of diagnostiek die uitgevoerd patiënten op de patiënt informatie genereert. Het zorgproces is hierbij leidend, en die bepaalt welke informatie over de patiënt eigenlijk beschikbaar is in al deze verschillende systemen. Centraal hierbij staat het EPD, wat Mirjam ook al noemde. Voor de dagelijkse zorg is de informatie die hierin staat voldoende en leidend voor de dagelijkse behandeling van de patiënt. Maar dat betekent niet dat alle informatie over de patiënt ook daadwerkelijk in het EPD staat. Of beter gezegd, niet in detailniveau en vaak als beknopte samenvatting of vrije tekst. Een mooi voorbeeld hiervan, wat Mirjam ook al een beetje noemde, was de pathologie. De patholoog legt in zijn eigen systeem, conform gestructureerde en gestandardiseerde verslagleggingsprotocollen, de uitslag vast. Hierin staat op detailniveau beschreven welke kenmerken er allemaal zijn voor de tumor. Hele interessante informatie, maar in het EPD komt hier slechts maar een deel terug en vaak ook als vrije tekst, wat het hergebruik niet bevordert. Hetzelfde geldt ook voor de moleculaire diagnostiek, waar op basis van DNA en RNA wordt gekeken welke mutaties er allemaal zijn op de tumor. Ook hier zal slechts in het EPD een simpele melding komen te staan, of een uitslag komen te staan, waarin staat van dat er een mutatie is gevonden en welke mutatie dat is. Terwijl deze gegevens op detailniveau heel interessant kunnen zijn voor onderzoekers die onderzoek doen naar nieuwe behandelingen van tumoren. In het ziekenhuis van nu, en dat laat het plaatje denk ik ook heel mooi zien, is de informatievoorziening zeer gefragmenteerd. Dat betekent dat er heel veel verschillende systemen zijn, waar overal een klein beetje informatie van de patiënt is opgeslagen. En meestal hebben deze systemen ook nog allemaal hun eigen standaarden en codering om deze informatie op te slaan en vast te leggen. Dit zorgt ervoor dat hergebruik heel erg lastig is en ook heel moeilijk is. Om het hergebruik van de informatie te verbeteren, moeten er stappen worden gezet in standaardisatie en eenheid van taal. Om dit ook in de praktijk te laten werken, moet deze eenheid van taal wel aansluiten aan het zorgproces. Bottom line, het zorgproces is leidend en het hergebruik begint al in de poliekamer. De grootste uitdaging waar wij nu in staan met z'n allen binnen de darmkanker is om te kijken hoe we al deze informatie uit deze verschillende systemen kunnen samenbrengen, opschonen en weer kunnen transformeren naar kennis die we weer terug kunnen geven aan het zorgproces. De volgende slide alsjeblieft. Nou, deze transitie van informatie naar kennis is eigenlijk het hart van het snel lerend zorgsysteem. Ook hier is het zorgproces weer leidend. Hier wordt informatie gegenereerd en die voedt deze cirkel. De datamanagers die bij ons werken hebben een essentiële rol om deze klinische informatie uit het ziekenhuis om te zetten naar registratiedata. Netjes opgeschoond aan de hand van een centraal datamodel, waardelijsten en afspraken over hoe en wat moet worden geregistreerd. Is een belangrijke stap om de informatie vanuit het ziekenhuis naar de NKR te brengen. Deze opgeschoonde informatie kunnen onderzoekers weer gebruiken om kennis van te maken. En deze kennis weer terug te geven aan het zorgproces. Om zo de zorg en de kwaliteit hiervan inzichtelijk te maken en continu te verbeteren. Maar ook om het proces van samen beslissen te gaan ondersteunen. Dus de zorgverlener en de patiënt. Nou, de enorme wildgroei aan informatie bij al die verschillende systemen die er steeds bij komt, is het handmatig verzamelen van al deze informatie uit al deze systemen op termijn geen optie meer en zal moeten worden geautomatiseerd. Om dit mogelijk te maken is het essentieel om te komen tot een eenheid van taal. Dit zijn landelijke afspraken waarin staat van hoe informatie moet worden vastgelegd in de verschillende systemen. Deze afspraken zijn ook weer de basis voor de informatiestandaarden die wij als IKNL onder andere ontwikkelen en die leveranciers helpen en kunnen inbouwen in de systemen om de kwaliteit en semantiek van de informatie te kunnen waarborgen, zodat je ook echt kan uitwisselen, zowel binnen het ziekenhuis, tussen de verschillende systemen, als tussen organisaties. Dit biedt mogelijkheden voor zowel de medisch specialist, die informatie niet meer allemaal handmatig moet overtypen, tussen de verschillende systemen, maar ook voor onderzoekers die makkelijker informatie met elkaar kan koppelen. Volgende slide alsjeblieft. Maar hoe komen we nou tot zo'n eenheid van taal? Binnen darmkanker zijn we deze uitdaging aangegaan. En dat doe je niet alleen, dat doe je samen met partners. Denk hierbij aan de FMS, de SONCOS, EPD-leveranciers, wetenschappelijke verenigingen en landelijke programma's. Een mooi voorbeeld hiervan is het proces waarbij we met meerdere ziekenhuizen hebben gekeken naar het MDO-proces. Het doel hiervan was om te kijken en te bepalen welke informatie is nou essentieel en noodzakelijk om tijdens het MDO een goede beslissing te kunnen nemen over wat de juiste behandeling zal zijn voor deze specifieke patiënt. Dit heeft geresulteerd in een MDO-formulier en proces die zowel voldoet aan de eisen en wensen vanuit de praktijk, dus het is werkbaar, maar ook voldoet aan de landelijke richtlijnen en de bepaling omtrent het MDO. De onderliggende informatiestandaard die hierbij is ontwikkeld, borgt de semantiek van de informatie en zorgt ervoor dat op termijn automatisch informatie uit het EPD kan worden ingeladen, zodat er minder registratielast is. Daarnaast zijn de waardelijsten afgestemd met registraties, zodat ook in de toekomst doorleveringen eenvoudiger wordt. Op dit moment vindt implementatie plaats bij deze test, als test bij deze ziekenhuizen en wordt in de praktijk getoetst. Om te kijken hoe goed dit werkt en welke uitdagingen er nog zijn. Naast dit project zijn er een getal van andere projecten, die onder andere vanuit registratie aan de bron of regionale oncologienetwerken, die allemaal hetzelfde doel hebben. Namelijk te komen tot zo'n eenheid van taal. Deze eenheid van taal maakt het mogelijk dat de zorgverlener, in dit geval Mirjam, op alle momenten, op het juiste moment, de juiste informatie krijgt om ook de juiste beslissing te kunnen nemen over wat nou de beste behandeling is voor de patiënt. Maar deze informatie zou je ook al, wat de ronde tafel al noemde, kunnen doorsturen naar de patiënt om te kijken, omdat de patiënt ook een volledig beeld te kunnen geven van zijn ziekte. Naast deze medische toepassing is de eenheid van taal ook een essentieel onderdeel om het fundament te leggen voor het onderzoeksdoeleinde die wij allemaal willen hebben. Zonder dit is het niet mogelijk om het toekomstbeeld van één centrale plek waar alle informatie over het patiëntenzorgproces samenkomt, die opgeschoond is en de semantiek is gewaarborgd, te realiseren. En vanuit hier ook dus niet mogelijk is om alle vragen die spelen bij de 5P's te kunnen gaan beantwoorden. Het is essentieel dat de onderzoeker en de zorgverleners hierbij intensief samenwerken en gezamenlijk kijken naar oplossingen en de uitdagingen aangaan, die zowel werken in de praktijk voor de zorgverlener als voor de onderzoeker in zijn onderzoekssetting. Mirjam zal hier verder op ingaan. Volgende slide. Dankjewel Patrick. Ja, de volgende slide laat denk ik eventjes heel mooi zien hoeveel verschillende projecten in verschillende samenwerkingen vanuit de verschillende P's die ik eerder al heb genoemd, nu op het gebied van darmkanker, maar ook dit geldt eigenlijk weer voor verschillende tumortypes, op dit moment gaande zijn. Die allemaal gebruik willen maken van die gefragmenteerde data van iedere patiënt die hierbij in het midden staat. En ik wil er even een paar noemen om hier wat extra uitleg over te geven. Helemaal links onderin ziet u regie op registers. Dat is een project waar vele mensen bij betrokken zijn. Een opdracht die vanuit VWS, het Zorginstituut Nederland, is neergelegd om te kijken of we die goudmijn aan data van die patiënt, oftewel de registers, ook kunnen gebruiken om vragen ten aangaande het pakketbeheer, dus hoe houden we dure geneesmiddelen betaalbaar en wat moet vergoed worden en wat niet, hoe we die kunnen beantwoorden. Als ik dan van regie op registers naar een ander project ga, bijvoorbeeld de standaardisatie van MDO, dan wel MDO 2.0, Patrick noemde het net al eventjes, dan wordt vanuit SONCOS gekeken of we niet kunnen komen tot landelijke afstemming van items die in zo'n multidisciplinair overlegverslag moeten staan, die niet alleen leiden tot een vereenvoudiging en standaardisatie van behandeladviezen richting de patiënt, maar het ook mogelijk moeten maken om veel sneller en beter de juiste studie, die mogelijk ofwel in het ziekenhuis zelf of op andere plekken, voor de juiste patiënt beschikbaar is. Allemaal met als doel de uitkomsten voor die patiënt uiteindelijk te verbeteren. Dan hebben we nog een ander project in het midden, registratie aan de bron. Dat noemde Patrick ook al eventjes. Uiteraard is het voor de professionals die bij al deze projecten betrokken zijn van essentieel belang dat we om dit voor elkaar te krijgen niet allerlei extra data moeten registreren, maar dat met een standaard set in het EPD ingeregeld kan worden, zodat je het niks meer tijd kost, maar dat het uiteindelijk wel een win-win situatie oplevert, ook voor die professional die met die dokter in de spreekkamer, met die patiënt in de spreekkamer het behandeladvies doorneemt. Dan rechtsbovenin, uitkomstgerichte zorg, wil ik het ook kort eventjes over hebben. Dat is een project vanuit de HLA-partijen en de FMS, waarin de professionals bij elkaar gezet zijn om te kijken hoe we uitkomsten in de zorg kunnen gebruiken voor het shared decision making, uitkomstgesprek in de spreekkamer om die patiënt en dokter te kunnen helpen. Het opvallende is dat ik vanuit mijn rol vanuit het PLCRC-onderzoek, wat ik eerder al noemde, inmiddels bij bijna al deze projecten aan tafel zit en daar gedeeltelijk dezelfde mensen tegenkom. Waaronder Patrick vanuit IKNL, maar Geraldine bijvoorbeeld, zowel vanuit de rol PLCRC, Geraldine Vink als IKNL, maar ook Jan-Willem Dekker vanuit de DCRA-DICA. Dat zijn namelijk de drie grote registers die we in Nederland kennen op het gebied van darmkanker. Namelijk de een voor de kwaliteitsaudit, de andere incidentiegegevens, alle items die bij de Nederlandse kankerregistratie liggen en alle data die we vanuit NKR mogen gebruiken voor onderzoek binnen PLCRC. En wat daarbij opvalt is dat al deze projecten vanuit de verschillende partijen eigenlijk een aantal gezamenlijke belangen hebben. En de volgende dia illustreert mooi welke dit zijn. En uiteraard is dit lijstje niet compleet, maar het is denk ik wel de kern van waar we met z'n allen aan werken. Dus wat ik zie gebeuren is dat in al deze projecten wordt gewerkt aan een gezamenlijke, of aan in ieder geval om dit voor elkaar te krijgen, moet de governance goed afgestemd zijn. Het proces is een gemeenschappelijk belang. De informatie, de inhoud, maar ook de structuur. Hoe mooi zou het niet zijn als we met al deze projecten samen hieraan gaan werken en dan vanuit de inhoud vooruit kunnen. En een voorbeeld van die inhoud wordt zometeen in de volgende dia uitgelegd door Patrick. Ja, dankjewel. Nou, dat gemeenschappelijk belang en het hergebruik zie je ook weer op de informatiestandaard terug. Dus in de informatielaag waar Mirjam het net over had. Er zit een soort van gelaagdheid in, zoals in deze piramide is uit is gebeeld. Het fundament hierbij is de Basisgegevensset Zorg, de BGZ. Hierin staan algemene gegevens over de patiënt en het ziektebeeld. De BGZ zelf is opgenomen als onderdeel in de WGIS. Dat is de wet voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. En deze wet zal op termijn leveranciers gaan verplichten om informatiestandaarden die in deze wet zijn opgenomen te gaan inbouwen in een systeem. Om aan de hand hiervan gestandaardiseerd en gestructureerd informatie uit te wisselen met andere systemen en met andere organisaties. De laag die erboven ligt is een algemene laag voor de oncologie, waarvan op tumorniveau en oncologische beelden die tumorgeneriek zijn beschreven. Daarboven hebben wij vanuit darmkanker een specifieke set ontwikkeld voor de darmkanker. Deze gelaagdheid zorgt ervoor dat informatie, ongeacht waar deze wordt geslagen, door de andere laag kan worden hergebruikt. Dus dit voorkomt dubbele registraties, extra Excel-lijstjes, dataset, etc. Om ook de registratielast weer te verminderen, herbruikbaarheid weer te stimuleren. Nou, niet alleen op informatieniveau vindt dus samenwerking plaats, maar ook op andere zaken. En dit is slechts een van de voorbeelden. Mirjam zal nog even terugkoppeling geven bij de volgende slide van wat nou eigenlijk het doel is van alles. Dus ik geef het woord weer even terug aan Mirjam. Dankjewel. En dan komen we alweer bij onze laatste slide. Want hoe mooi zou het niet zijn als we in alle projecten die ik net noemde overeenstemming krijgen over het voorbeeld wat Patrick net noemde, maar ook over al die andere onderwerpen, zodat we uiteindelijk echt toekomen naar niet meer gefragmenteerde informatie, maar al die data, die goudmijn aan gegevens van iedere patiënt beschikbaar hebben voor hergebruik, voor het beantwoorden van de verschillende vragen vanuit alle P's die we eerder genoemd hebben. En nog belangrijker, dat is de volgende stap, dat die data die gegenereerd wordt uit deze verschillende projecten ook weer terugkomen bij de patiënt, zodat we uiteindelijk een optimaal behandeladvies kunnen geven en de patiënt ook de juiste informatie heeft om de keuze te maken die bij hem of haar past. En dat sluit volgens mij perfect aan bij de wensen die de twee mensen in de eerste sessie al uitspraken. En ik zet me dan ook ten volle in om dit met elkaar voor elkaar te krijgen. En wij zijn zeer bereid tot het aannemen van vragen. Dank voor uw aandacht. Dankjewel professor Koopman, dankjewel Patrick voor jullie overzichtelijke verhaal over eenheid van talen, waarom dat voor al die verschillende groepen dus om verschillende redenen van belang is. Ik hoor woorden als fragmentatie, verschillende systemen, meerdere EPD's, losse systemen. Jullie weten dat er buiten een heleboel IKNL-collega's ook vertegenwoordigers vanuit het ministerie, vanuit het Zorginstituut, de federatie meeluisteren. Wat zou je ze nou mee willen geven om hier wat voor oplossing zouden zij kunnen aandragen? Nou, ik wil er wel graag een voorzetje voor doen, want ik gaf al in een van onze dia's aan dat bij vele projecten ook overheidsinstanties betrokken zijn. En wat ik zo prettig vind, is dat we juist vanuit die gezamenlijkheid nu gaan kijken hoe we deze uitdagingen kunnen oppakken. En dat het niet meer zo is dat alleen maar vanuit het veld dingen worden opgepakt of alleen vanuit de overheid. Maar dat we samen aan tafel zitten en kijken hoe we tot oplossingen kunnen komen die voor iedereen bijdragend zijn. Ik vond de piramide die Patrick liet zien in de voorlaatste dia wel een mooi voorbeeld. Als je specifiek vraagt wat zou nou de overheid kunnen doen. Die basisset aan gegevens die we eigenlijk voor elke patiënt en ik zou willen zeggen voor elke burger in Nederland vastgelegd zouden willen hebben om van te gebruik te kunnen maken, om van te leren. Dat zou ik heel graag zien als een maatschappelijk belang, als een soort nutsvoorziening, infrastructuur in Nederland, waarbij je niet ieder jaar weer afhankelijk bent van welke regeringspartij er aan de macht is of er wel of niet geld komt voor zo'n basisinfrastructuur, maar dat dat iets is waar we met z'n allen als maatschappij van zeggen, dit is de basis voor een goede gezondheidszorg, om hem duurzaam en betaalbaar te houden en om daarmee ook innovatie een goede plek te kunnen geven in onze gezondheidszorg. Dus dat zou wat mij betreft een van de belangrijkste oproepen richting overheid zijn. En het tweede is dat we vervolgens in die lagen daarboven, in de verschillende projecten, samen optrekken om dit voor elkaar te krijgen. Dank u wel. Een van de vragen die vanuit huis binnengekomen is, zou volgens jullie een landelijk EPD een oplossing kunnen zijn voor deze versnippering? Dat is bijna een retorische vraag. Ja. Patrick, jij mag er ook nog iets over zeggen. Kort antwoord alsjeblieft. Het is een gemiste kans geweest hè, dat we dat niet al lang hebben. Want het feit dat we moeten dealen met verschillende leveranciers, verschillende afspraken, ja, dat is ondoenlijk. Dus als... misschien had ik dat erbij moeten zetten. Als er iets is wat we ook nog zouden kunnen regelen, is één landelijk EPD waarin al die informatie op dezelfde manier wordt vastgelegd, zodat we dit veel makkelijker kunnen koppelen, harmoniseren, et cetera. Maar Patrick, jij wil er vast wat aan toevoegen. Nou, ik denk dat het een hele mooie voorzet is. Ik denk dat het heel belangrijk is om die eenheid van taal te borgen. Ongeacht of je het in één systeem doet of in 10 systemen, als je dat niet borgt, niet de semantiek borgt, kun je het sowieso niet hergebruiken en delen met elkaar. Dus ik denk dat we vooral moeten inzetten op dat stuk. Maar als je dat goed hebt geregeld, zou het eigenlijk niet uit moeten maken als het één systeem is of meerdere. Als die uitwisseling goed gaat, dan kun je het als virtueel als één systeem zien. Dat zal denk ik mijn antwoord zijn daarop. Dank u wel. De tijd zit erop. Nogmaals dank voor deze presentatie en het antwoorden van de vragen.